Dames en heren, 10 jaar geleden leef ik daar in de Grote Staat. Dat is de Main Street, hey, in, dat is even voor de Engelsen, in hey, mijn streek. En het was midden in de winter, het was ijskoud, de sneeuw lag zo hoog. Ja, echt hoor. En daar zag ik daarachter in de hoek honderden lui, die stonden daar. En die waren nog aan het kijken en luisteren. En ben ik dichterbij gekomen en dan hoorde ik muziek. En het klonk Russisch. En dan ben ik door de menigte, heb ik me geduid. En daar zaten in de sneeuw met kleine lessenaartjes. 3 Russen die zaten daar te spelen met van die hijsen zonder vingers in de kou. Maar het klonk prachtig. En ik heb gewacht tot ze veilig waren met spelen. En toen wou ik met ze praten. Ik vond het zo schoon. Ik dacht, ik wil graag met hun over de wereld reizen. Maar toen gebeurde het heel geks. Op het moment dat ze mij zagen, pakten ze hun lessen neer en renden weg. Ze dachten dat ik van de KGB was op zich. Een jaar later was ik weer in de Grote Staat. De sneeuw lag zo. Wat is kijk. En dan zaten ze weer te spelen. Prachtig. En intussen denk ik dat ze mij herkend hebben. En ik praatte met ze en ik zei, jongens, je speelt zo ongelooflijk schoon. Wilt je niet met ons over de wereld gaan reizen? En dat hebben ze toen 3 jaar gedaan. En ik dacht, dat is nu een moment hey, om ze weer terug uit te nodigen naar mijn streek. Geef ze een enorm applaus, daar zien ze het trio Sint-Petersburg. APPLAUS.